Als het goed is, is mijn stem nu harder. Ik ben weer een tosti aan het eten. Ik pak geen boterhammen of dat, maar een sausage of zo. Of salami. En ham heb ik ook liggen. Moet jij een tosti hebben? Ja. Dit, ik film hem nu. Huh? Oké, okay, maar het beeld gaat laggy doen, dus dan leg ik hem weer bij de Chocomel. Maar kijk, we gaan even GTA 5 doen. Alleen, het is zeg maar één keer gecrashed. Toen werd ik eruit gegooid. Toen klikte ik erop om te kijken wat er aan de hand was. Toen verdween die uit mijn blad met al mijn games. Dus nu moet ik helemaal naar Epic Games om überhaupt GTA 5 te kunnen opstarten. Nu. Ik ga daar nog een maken, dat is verslavend. Politie episode 4, let's go! Politie episode 4! Ik ga even een vieze nigger pakken. Nu ben ik een vieze nigger. Mooie wicht.
dezelfde naam wat ik had, alleen boterhamworst. Nee. Kan je nog een tosti van me maken? Alleen dan in de magnetron. Jesse, Tommy, maakt niet uit, whatever, een van jullie. Doe even, doe een broodje. Ja, eerst doe je de kaas, die scheur je in twee stukjes, leg je op de ene brood, op het ene broodplatform op het andere. Dan doe je twee plakjes boterhamworst op het ene platform op het andere. En dan doe je tomatenketchup op het ene platform. Als je maar niet te veel doet. Hou omhoog, waarom denk ik dat ik je take-over? Ja, maar ik zei toch dat hij een pistool had? Man wou maar gewoon wegrennen. Man denkt dat ik dom ben. Man denkt dat ik dom ben. Alleen hoe ga ik ooit aan een nieuwe auto komen? Daar heb ik al over nagedacht en ik weet het niet. Wat ik wel kan doen is gewoon een gele helikopter pakken. Nakken. Oh wacht, nee, ik moet de settings uitzetten. Low gravity settings. Want dan kan ik met een helikopter op pad. Nigger. Als je niet zag dat ik een nigger werd, dan moet je even terugspoelen. Dan zag je bij mijn ogen. Dan zag je dat ik eerst bruin was. En nu een vieze nigger ben. Als hier mensen zijn, ga ik ze onderschot houden. Dan zie je toch de kolen. Oké, die trein is verdacht, jongens. Wat zit er door? Oké, jongens, heel mijn auto is kapot. Is wel lekker gesmoed. Kijk mijn auto. Ik speel nog geen 5 minuten en hij is nu al kapot. Oké, ik kan nergens in. Ik ben fucked. De kaas is wel lekker gesmoed. Nou, ik heb heel vaak tegen een verdachte aangereden. En hij had schijnbaar een armoord trick of zo. Ja, hij had een armoord trick. En nu hebben we het gezien, ik heb superjump aangezet. Wapen weg. En nu hopen we
dat de politie niet weet dat ik het was, want ze aan het zoeken zijn naar de verdachte. Ik ben verdacht aan domme agenten. Oh, het rond. Ah, oh, bullshit dan wel. Yalla, yalla. Yes. De auto wordt gestolen. Of vanuit het politiebureau zelfs. Dus dan nu niet echt gestolen. Omdat jij weer aan mijn camera moet zitten, crasht het weer! Oh, daarom crasht het. Deze komt uit het politiebureau. Loodtrekken. Jongens, op naar het zand. Ja, weet het. Op naar de volgende missie. Shots fired. Altijd leuk. Hij heeft erop beseft dat hij een auto van jullie eigen bureau heeft gestolen. En nu heb ik hem tegengehouden op die stand en zijn jullie weer poos. Dat is toch nooit goed, hè? Shots fired. What? Be in house, oké, okay, bij een huis, leuk.
Big house, big house. Hier zo. Oh ja, er is een gang attack hier. Altijd leuk. Als ik hier ergens ga landen. Ik ga op dit dak landen en dan spring ik eraf. En dan ga ik knallen, want hier zitten gevaarlijke mensen met een pistool. Ik kan lang over nagedacht. Gewoon klimmen. Ja, tuurlijk. En we klimmen langs een schuurtje daarnaast. Oké, jongens. 1, 2, 3. Daar zijn mensen. Daar zijn mensen. Daar zijn mensen. Daar zijn mensen. Daar rent ook nog iemand weg. Ik heb toch al... Jawel, die ging mij buiten anders. Honden buiten mij. Ik ga die honden in de boeien slaan, dus. Oké, dit was jij niet. Sorry, mijn GTA 5 crasht. Hallo. Ik wil rustig beginnen. En als jij gelijk agressief gaat doen met een wapen. Kalm. 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 Ah, ik zei toch dat hij mij ging bijten. Wat is hun hond? Die andere ook. Ik ben vreemd. Nee, die is bij mijn Dagoe-hok. Ga weg, dus een Prime. Primesy. Dan ga je toch je hond meenemen en dieren. Dat kan dus niet. Ik zit in directeurmodus. Huh? Dat is toch mijn. Oké, nee. Oh, god voor de tering. Nog een keer shots fired. Oké, dan gaan we naar dezelfde melding. Let's go. Alleen deze is iets gevaarlijker. En hier kan ik mij. Dit zijn te hoge huizen. Beetje raar, een politiehelikopter in een parkeerplaats. Oké. Okay. Ik viel bijna op. Oké, jongens. We gaan beginnen met een pistooltje gewoon schieten als we iemand zien. Iemand gezien. Overhoop geschoten. Kalm! Afremmen. Adem in, adem uit, doe rustig. Nu! Wapen laten vallen. Waarom laat je wapen niet vallen? Ik zei wapen laten vallen. Ik zei wapen laten vallen en toen schoot ik hem in zijn buik. Toen zei ik nog een keer heel snel achter elkaar wapen laten vallen. Kijk, je kan ook gelijk het wapen weg. Gewoon laten vallen, gewoon loslaten. Kijk, je hoeft alleen maar dit te doen. Alleen maar zo. En als je dan moet je hem laten schieten. Ja, maar zijn wapen zit normaal gesproken in zijn zak. En dan pakt hij hem pas. We
Is iedereen hier weg? Je mag nu deze kant op. Iedere man met een groen getint pak. Ja, ik zie. Daar! Ja, daar. Heads up, Neil, motherfucker. And shut your the cover up. Oké, jongens, nog een keer dezelfde melding. Oh man, ik krijg alleen maar dezelfde melding. Oké, ik ga gewoon kijken wat er aan de hand is. En dit keer ga ik gelijk een wapen trekken met wat ik weet. Omdat ik het twee keer heb gehad. Drie keer een scheepsrecht. Dus ik ga nog één keer beginnen met een beuk. En gelijk een wapen pakken. Drie keer een scheepsrecht. Dus als ze nu. Dus kijk, als ze nu een wapen pakken, zijn ze fokt. Nee, weet je, ik ga gewoon met een sniper. Ga ik proberen eentje door zijn kop heen te schieten. Want dit kan heel gevaarlijk aflopen. Kalm. Handen omhoog. Wapen laten vallen. Wap. Zes mensen zijn. Er zijn 12 mensen omgekomen bij dit geval. Oké, ik denk dat we dadelijk een andere melding gaan krijgen. Jij pakt gewoon dat jezelf. Hot pursuit. Oké, leuk. Dan hoop ik echt dat er echt al heel veel politie is. Of dat het geen gewoon verdachte auto is. Stel je voor, het is een wanted car, dan is er geen politie, ben ik degene die moet gaan staan behouden. Maar, hij rijdt rond op een vliegveld. Oh, leuk. Er staat er heel veel politie bij te kijken. Overal met combi rifle. Dit is hem niet. Dit is hem ook niet. Nog meer informatie, maar hij rijdt hier rond ergens. Hij rijdt rond op het vliegveld. Ja, gevonden. Het is een taxi. Hij rijdt op een vliegveld. Dit moet hem wel zijn. Ik weet dat taxis hier namelijk echt gevaarlijk bezig zijn. Oh, daarvoor. Welke taxi is het nou? Iedereen weet, ik ga voor deze. Politie, doe iets! Hij had een groen t-shirtje aan. Het is een man van ongeveer 25. Nee, ik heb de verkeerde gepakt! Oké, nu gaan we eerst kijken naar hoe de persoon eruit ziet. Stop politie. Oké, what the fuck? Ik ga gewoon dezelfde moord plegen. Maar hoe komt er nu pas zoveel bekend? Het is een scan, nee. Oh, godverdomme. Moet ik helemaal naar Tokio om een nieuwe
helikopter te halen. Grapje, Tokio is nu eens verder hoor. Oké, maar kijk hoe hard hij aan het roken is. Het is gewoon niet gezond. Hé, maar jongens, hier zo ergens bovenop zou een RPG moeten liggen. Gewoon een RPG, jongen. Nee? Tenminste, dat is wat Serral zijn. Of Serral. Ik weet niet, Serral. Ik dacht dat het Serral net was. Oké. Ik ga nog één keer kijken bij die. Misschien is die nu pas ingespannen, weet je. Nog een klein vliegje in. Wat is die van mij? Nee. Oh, ik heb mezelf zo mooi kunnen saven. Jongens, we gaan de skin veranderen naar een politieagent. You are in restricted airspace. Divert your course or you will be shot down. Back to the trailer. Oké, wij zijn een politieagent in 3, 2, 1. Dat is een... nigger! Fucking tiger! To trigger, fuck some trigger, this chicken swag like Ohio. Then which are you up? Oh ja, ik heb een billetje. We krijgen geen cadeautjes. Voor mij, bedoel ik. Ja, what the? Ik kan gewoon... Kijk, zo doen wij dat.
Zo. 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 Oh shit! Oh man. Doe open! Doe openmaken, doe openmaken. Hallo, jij gaat me niet bespioneren, domme kamer. En jij mij ook niet? Geen enkele camera leeft nog. Zegt die alarm. Ik had hem ook al doodgeschoten. Oh, ik dacht dat ik zo goed was. Yes, kijk hoeveel geld! Bro! Kijk hoeveel geld! Officieel ben ik rijk. En dan zo. Hoe komt die vrouw dat plaatje aan zoveel geld? God damn it! Oh fuck it! Ga kijken dan. Wat je dat doet? Kees, misschien komt het ook omdat jij zoals een dove tegen hem praat. Is hij alweer het lekker maken? Dat kan niet, hè? Het gaat. Dus we weten zeker niet dat ik niet meer geen Sinterklaas. Jawel, daar heb ik tegen. Daarom zeg ik dat toch ook? Ja, dat weet ik. Daarom zeg ik het toch ook, anders had ik wel mijn mond gehouden. Wat het vandaag pakjesavond is dan bij hun. Ja. Oh ja, als jij nog had geloofd, Jax, dan hadden ze iets moeten verzinnen. Want Sinterklaas kan niet echt pakjesavond. Dus ze doen het 3 dagen eerder. Maar ze doen het toch. Ik ga niet meer gaan lopen. Tommy en Jax, moet je beter zeggen. Hoe lang zou je hier dan willen gaan?
al bijna 2 uur. 3 uur. Wat zijn jullie weer lekker irritant? Mag ik jullie tegen jullie kop aan jassen? Nee. Waarom niet? Nee. Nee, jij bent hier irritant. De ene zegt 3 uur, de andere zegt eerst 3 uur, 3:30. Ja, geen 3 uur hoor. Dat zijn jeans. Hoe irritant ben je dan? Hè? Ik kom ook niet heel vandaag achter die computer zitten. Dan gaan we bij haar toch weer op de PlayStation. Niks. Anything you need, boss. Hi there. How can I help you? Ik kom er zo aan, weet je. You got a nice fleet, boss. Look, we're having some problems in that area. It's gonna have to wait. Ik hoef nog ineens die trap weg. Daar gooit je mee. Moet van allemaal trots. Dat ik wel gewin. Waar ga je nou heen? Ik zou het smokewerk mogen. Hij gaat ook mee. Hé, hey, kijk! Ik zeg je liever Sinterklaasje, nu zeg je fucking Sinterklaasje. Beste mama en papa, dat heel jouw leven. Christ alive! Oh. Sorry, je hebt de duurste auto, een van de duurste auto's in GTA. Die heb ik nog niet en dat wil ik wel in mijn collectie hebben, dus...
ik moet wel een goede auto hebben om een heist te plegen. Dat kunnen we wel. Dan willen we even Pegas. Hallo, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Gaan we even parkeren. En dan klikken we op Monster Truck. En dan pakken we... So your specialty vehicle is available for collection right now. We hope you're very happy, sir. Geef hem een klein tikje en hij vliegt helemaal naar Zuid-Amerika. Die leeft niet. Hoe dan? Ik rij haar over met een truck die zwaarder is dan een vrachtwagen en zij leven. Wauw. Dat vind ik echt heel snel. Ik vind het zo knap. Nee, dat zij een monster truck overreed. Ik reed haar over met één band van de motor truck. Eigenlijk twee, want ik reed er helemaal overheen. Maar kijk, zij leeft nog. Dus, dat vind ik knap, want een monster truck is ongeveer net zo zwaar als één vrachtwagen en twee auto's. Nee.
bro, hij gaat me ook nog eens vermoorden. Bro, laat mij! Kom, kom. Ah, homo. Ah, stop maar ja met stoel doen. Ik heb echt je lesje gehad. Ik heb gewoon iemand gekillt. Je moet een monster terugkaart tegen hem aan te houden. Voor wat heb jij NMI? Zit je me... dat in dat liedje? Hou op. Just run off out the time. What is also fine? What is also Karma! Ik zou toch met de stof uitkomen, maar ik zit gewoon niet op jezelf als je... Kun je deze openmaken, Jax? Nee. Nee, langzaam, rustig. Kijk zo. Kun je deze even openmaken? Kun je die even openmaken? Tommy. Ja, dan doe je het toch rustig open. En dan kun je de dop weer snel dichtdraaien. Ja. Kijk eens. Dan gaat hij zo. Kijk eens, wacht. Die is 20 leeg. Kijk, dan doe je zo. Maak deze even open. Ja, schud ermee! Maak die even open. Niet die die ik laat schudden, die andere. Die andere. Maak even open. Ja, ik ga die. Dat is al 5 minuten geleden. Maat, hou toch op! Jij met je commentaar steeds. Ik zeg, hou op! Dank je.
mama. Had je mama nooit één keer moeten doen, man. Ja, die is een auto. Oké, maar ik ga jou sowieso. Ja, jij moet gewoon even kalm doen. Speelgoedauto van nog geen 5 centimeter hoog. Column doen. Adem in, adem uit. Adem in, adem uit. Ik heb hem al wel 2 keer meer gekild, dus. Waar is hij? Ik zie hem niet hoor. Ik weet nu al wat mijn potje gaat zeggen. Je hebt een bril, dus je ziet niks. Ja, maar vieze tering homo. Man, nou gewoon op. Wacht. Ik heb een idee. Maar ik heb geen spraywapen die ver weg komen. Oh jawel. Ik heb er straks in mijn vorige livestream gepimpt. Hij mag komen van mij. Je mag komen. Maar je kiest er zelf voor of je een levenskans wilt besparen. Hij is gewoon dood. What the fuck? Oh nee, wacht, hij is daar. Oh daar. Oh, die kutmuis. Hoe is die full HP? Oké, maar hij moet nu gaan durven. Even one. Dat is one shot. Maar hoe hield hij dit? Oh, ik wil de head zo kapot slaan. Man homo, oh tfoe. Die
muis. Het is hem bijna kwijt. Wat is een hacker? Als die one shot is, schot die healen. Dikke rounds. Blijf eens een keer stilstaan. Hé, hé, eindelijk. Jezus. Waarom? Oh. Ik word zo gek van deze tante homo, hè. Oh. Ik dacht er niet slechter als nu. Nooit. Ik ga weg, tante politie. Ik heb echt moker veel last van jullie. Weet de politie gebeld? Het is alleen maar een kleine schietpartij. Zie, hoor dat partij? Ik ben niet de enige homo's. Nou! Bro! Ik vraag me eigenlijk echt af, heb ik mijn kras in mijn wang? Ik moet hier weg. Ga dan dood, dom poppetje. Ga dan dood. Je wilt toch steeds zelfmoord plegen door van een door steeds er vanaf te springen? Ja, het voelt... Oeh, oeh! Zo, klik, klik. Ja, ja, pleeg maar lekker zelfmoord. Maar laat het echt niet uit. Rennen, rennen, stoppen. Stoppen gewoon. Stoppen is dit voor mensen. Weet je, niemand kan normaal doen? Dat is... Oh. Hou op! Je zit alleen maar, je zit alleen maar zo! Ik zit niet zo! Ik doe het gewoon niet zo! Hou op! Hou maar op! Irriteer me alleen maar! Hou op! Hou op! Je kan toch ook gaan spelen met je klep dicht? Ik zal het ook proberen.
Oké, dat is niet erg. Weet je, nu ben ik toch wel een stuk verder.
achter de. Dat het trouwens ook als je dit doet. Hoezo moet je dat weten? Je kan toch ook op. TikTok staat niet bij. Oh my god! Look out! Ja, jij kan het niet meer navertellen, ook in het ziekenhuis. Niks! Ja, bro. Bro. Dan wil ik je helpen, dan ga je als een watje wegrennen. Klote mogol. Ik gewoon voor een opdracht in zo'n dikke snelle auto rijden. Niet slecht. Dan maakt de conclusie dat je geen vieze mogol moet zijn. Anders word je neergeschoten. Dan.
Is jullie auto naar de knoppen? Is jullie auto naar de knoppen? Hoe komt er een shotgun kogel op mijn auto? Ik vind het knap. Ik vind het knap dat je zo met een shotgun opgeschreven kan zitten in je auto. Wacht. Dus de boeitepolitie niet, dat ik op aan het cheaten ben. Waar gaan hun nou weer? Peace, hallo. Ik rijd niet aan die kant hoor. Ik denk dat hij dadelijk gaat crashen. Maar de 5 sterren sowieso gaat hij crashen. Sowieso. Geen twijfels over mogelijk, geen discussies over mogelijk. Niemand weet wat mop is. Heel veel mensen weten niet wat mop is na dat teken. Dat ik het niet meer. Ik wil alleen in de weg gaan. Eentje is in het Spaans. Volgens mij is Nara in het Spaans. Deze oh wacht, zo veel politie is nog. Weet je wat ziek zou zijn als er geen enkele politie zou despawnen? Bro, binnen een uur en 2 minuten zou mijn game gereset worden. Geband worden, dat weet ik zeker. Binnen een kwartiertje. Oh, hey, sukkel. Ah, ja, sukkel. Hey. Sukkel? Je zit op de jacht. Oh. Waarom pak je mijn jas? Waarom pak je mijn jas dan? Hè? Waarom pak je mijn jas dan? Omdat je op de grond lag, deze. Oh. Tobias. Had ik eigenlijk al aangepakt. Bro!
andere kant op. Beetje warm. Beetje warm. Nog warm. Ja. Er staat een hele andere kachel. Waarom kan ik van ver weg wel goed aimen en van ver weg niet? Ik vraag me niet waarom. Ik wil van ver weg pittig goed met schieten. Nee, kleins. En nu staat hij iets kleiner nog. Eén oor was. Oeh. Dat is mijn combi rifle, nee! GTA, kom op! Ik heb er zoveel geld aan uitgegeven. Wat? En zie je, het drinkt uit mijn fles. Ah jawel, die had ik wel. Hallo, hallo, hallo! Leuk voor jullie. Het fijn dat jullie het hebben gereden. Wat zei ik? Ja,
omdat ik helemaal aan het trippen ben. But we don't have, but I don't live in a house, dude. I don't have any walls. Nee, Jax. Tommy, mag je nog? Ja? Whatever, je weet wat ik bedoel. Uit ieder land, dommerik. Jawel, uit Nederland, in Nederland is er ook eentje aangespoeld. Ze komen vooral uit Oost-Azië. Nee. In GTA 5. Bro, I have GTA 5, dude. Oh, don't your mom let you... And your mom don't let you have GTA 5. Dat is een grote alles eten. Laat het zo zeggen. Ja? Mensen, walvissen... Jawel, haaien vallen... Die vallen alles aan. Alles wat beweegt eten orka's. I have GTA 5. Nee, dat komt omdat de orka veel sterker is. Yeah. Nobody asked. Tenminste, nobody asked. Wat? Nobody asked. Gelinde? I bet your mom smells like poop. Wat is dat? I bet your mom smells like... Shut up. Nee, slimmer. Oh, shut up, dog water. Oh, orka is slimmer, maar haai is sterk. Cats or dogs? If you pick dogs, you're a fucking hostile. Orca is so zin. Orca's standen zijn schoon. Shit. Is ze misschien iets sterker. Oh, help. In the water. Your mama apart. No. Guys, I have an AK-47. I have the L. Elgenjacht. Come to me. I'm gonna L and kill you then. Elgenjacht, bro. Gewoon. For real, I have a real gun, dude. It's a reality. This one. My man Donovan, and I am the incredible MC Ren, and my man Lil Nation is gonna do something like this. This is the battle of a minute, not to be confused, but that of a premise. I'm in this to be number one when I step upon and walk the streets. Stalk the meat like that of a predator, blow the brains off the head of my competitor. I'm a product of your sins, though you say I never heard it. A killer, a dope killer. What the fuck? Ready to pull cold in my left. From a sound that I came doing a jack move. As I move the gangster melody. Pass a crack to a 9-year-old. And I've been told pimping hoes a felony. But I'm not a doctor or lawyer, I wasn't made to be. Ever luciferic because they get paid to be. There ain't no rehabilitating me. Pull a gat on your grandmother. Then take a social security. The boundary lines of my jurisdiction expand from day to day. Rule of all I survey. And with that, load up my gat and I'm packed. Nee, beetje.
Heb je daar problemen mee? Nee toch? Nee, daarom gaan we daarheen hè. Kunnen gaan we de boel beschijten. Nee, dat werkt niet net als in Fortnite. Oh, ik zag hem niet eens. Anders was hij daar niet meer. Hou maar op, ja, het is heel irritant. Dat maakt me niet uit. Wat is het verschil? Oké, hou maar op, ja. Om 8 minuten zien te komen. Oh. Nu ben je wel de L, hè? Sorry. Antonio Mucci. Nee, ik val uit de aarde. Oké, min 1 punt. Iedereen. Dadelijk zie ik zijn locatie. Oké. Thank you.
Jumbo even zorgen. Omdat ze hem gevonden hebben erop, zeg je. Wat? Oh bro, deze man is gewoon verliefd. En mi camioneta, ¿verdad? Lo malo es que ahora la policía nomás me ve y me para pensando que soy narco. Ay, don Cheto, no me diga que ahora le gusta que le revisen por allá. Que me revisen, why you talking about? Pues que le hagan el cavity search. ¿Cuál cavity search? Oh, no, no, para nada. Ay, qué cosas. Pandilla, raza, tribu, delincuentes de cuello blanco y malandrines están en East Lost F. Papa, dan weet ik wanneer ik naar bed moet. Als dat begint, dan weet ik dat ik naar boven moet. Ja, dan ga ik het programma. Om 9:30 begint het. Oh my god. Ja, maar jij kijkt dat toch niet? Oh my god. Weet ik. Jij zit dan daar achter die wildschermen zwart, hè? Ach ja, zo erg is het niet. Ik ben niet doodgevallen. Anything you need, boss. Oh, hi. What can I do for you? Let me know what you want, and I'll tell the Pegasus people to get it ready. Okay, I'll get it landed on niet the helipad. We waren juist een paar minuten vroeger. 3 minuutjes of zo. De Frogger is de snelste helikopter die je normaal in de lucht kan zien vliegen. Sarcasmo, Jax. Jij begrijpt ook echt niks. Dat is waarom ik ook niks tegen jou vertel. Jij begrijpt me niet. Laat maar zitten. Nee! Ik zeg toch tegen hem? Ik zeg tegen hem, ik vroeg iets aan jou. You're listening to the home of reality in the land of realms and dreams. Where do we never fit in? Maybe I should just go with just some plastic tits and a big plastic smile and a tiny little plastic okay, green. Just like the people who run this country. Thank you.
weet het. Ik zal wel stoppen, hè. Kijk hoe chagrijnig je direct nog bent.